Vandaag zijn we bij tuinvereniging Ons Genot in Overvecht. En we gaan eens even kijken bij deze tuinvereniging. Want de gemeente die wil deze prachtige locatie laten verdwijnen. En in plaats van alle tuintjes die hier veel bewoners hebben, moeten hier voetbalvelden komen. De tuinvereniging is in gevaar. We gaan eens even praten met de mensen die hier aanwezig zijn. Wat is uw reactie op die bedreiging? Dat is natuurlijk een hele angstige reactie die wij hebben, omdat wij denken en vinden en weten dat de biodiversiteit die we hier dus hebben ontwikkeld met elkaar al jaren, dat die verloren zal gaan. En dat wij in deze huidige vorm waarschijnlijk niet meer terug zouden kunnen komen, omdat het denk ik te complex is. Kunt u iets uitleggen over die biodiversiteit die hier dan is? De biodiversiteit die is zeg maar die uit verschillende onderdelen. Dat zijn met name de dieren die hier zeg maar leven. Hè? De bijen, de slangen, de eekhoorns. Van alle zeg maar, grondkruipende dieren die hier nu zeg maar hun plek hebben gevonden. Omdat de bewerking van de grond al zoveel jaar op een goed niveau wordt gedaan, dat je dus zeg maar dat niet meer terug kan krijgen zo 1, 2, 3 op een andere plek. Het leuke van deze plek, dat wij zowel Overvecht als Zuilen verbinden met op dit complex. De mensen, we zitten naast elkaar in de tuinen en zij hebben contacten met elkaar. En dat mooier wordt dat niet. Ja, als je dat hier niet hebt, dan kan je dat niet krijgen in een winkelcentrum of wat dan ook. Ja, ja. He, dus hier, dit is echt wel een unieke plek voor samenkomen. Ja. En de mensen, je ziet de huisjes en de tuinen die er toch wel heel veel werk met zich meebrengen om al dit te realiseren en ja, zo te houden. Ja, ik vind het heel leuk dat ik mocht hier tuinieren. Dus ik heb een tijdje in de wachtrij gestaan om tuin te kunnen kruipen. En 3 jaar geleden heb ik op een kleinere tuintje begonnen met tuinieren. En nu 3 maanden geleden mocht ik een grotere tuin overnemen. Dus nu ben ik hier bezig alles te inrichten. En waarom vind jij tuinieren zo leuk? Ik heb eigenlijk opgegroeid een beetje met tuinieren. Vanaf mijn jeugd heb ik dat meegemaakt bij mijn oma. Ja. Dus toen vond ik het niet leuk toen ik klein was. Vond ik vervelend, maar nu eigenlijk ik ben er klaar voor. Wat leuk. En wat ga je verbouwen? Ik ben begonnen met een aantal bloemen. Ja. Ja, en later ga ik een beetje van alles, tomaten, komkommers. Verbouwt u eigen fruit? Ja. Ja, en paar dingen, beginnen in het aardappelen. Ja. En de uien. Ja. En veel dingen. Zeg, wil de gemeente dit tuinvereniging laten verdwijnen. Met als reden dat de nieuwe bewoners, vooral de jeugd, ervan veel moeten sporten. Maar als ik hier kijk, zouden ook heel veel van die nieuwe bewoners, jonge bewoners, ook kunnen leren tuinieren en met de natuur omgaan. Wat vindt u van dat idee? Nou, dat vind ik een veel beter idee. Ja, waarom? Nou, je hebt je lichaamsbeweging met het tuinieren. Ja. En je leert zorgzaam met de grond omgaan.